Tinde, je bent manager van het Baafje. Dat klopt. Het einde van het seizoen. En wat gebeurt er allemaal? Ja, dat is een jaarlijks terugkerend iets. Het hondenzwemmen, dat doen we altijd als afsluiting van het seizoen. Normaal gesproken hebben honden natuurlijk nooit de kans om in een zwembad te zwemmen. Je kunt je enigszins voorstellen dat dat smerige taferelen oplevert. En vandaar dat we dat echt op de laatste dag van het zwemseizoen doen. Ja. En je ziet achter mij wat voor gigantisch succes het is. En het wordt elk jaar drukker. Ja, want je zegt het eigenlijk al. Het is allemaal niet zo. De hygiëneregels, die worden met voeten getreden. Die worden met vier voeten getreden zelfs. Dus het is echt wel de laatste keer dat het bad op deze manier gebruikt mag worden. Absoluut. Morgen gaat water eruit. En dan gaan we het winter klaarmaken. Ja. En ik zie dat het niet alleen voor honden is, maar zelfs de baasjes, die duiken er ook in. Ja, dat is natuurlijk 1 en 1 is 2. Dat vinden ze natuurlijk leuk om er ook nog even in te kunnen plonsen met die hondjes. De hondjes vinden dat leuk met de baasjes. En die interactie is prachtig om te zien. Ik zie ook dat sommige honden die houden heel erg van rennen op het zwembad. Ja. En er zijn ook honden die houden van zwemmen. Ja. Welke honden houden nou van zwemmen? Ja, nou ja, dan heb je het over de poedels, de golden retrievers, de bennesenners. Dat zijn toch echt wel de honden die zwemmen. Alhoewel er ook weer uitzonderingen zijn, want er zijn ook van dat soort honden die er niet in gaan. Het zwembad is dus hierna dicht. Ja. We hebben een prachtige laatste week gehad eigenlijk. Je hebt nog iets verlengd zelfs. Ja. En wat gaat er nu gebeuren? Al het water eruit? Nou ja, je zegt het. We hebben natuurlijk als kerst op de slagroom die prachtige mooie september zomerweek gehad. Met als resultaat dat we in een week tijd nog ruim 10.000 bezoekers hebben gehad. En met de mazzel dat omliggende zwembaden al dicht waren. Dus daar spinnen wij weer garen bij. Morgen is het sluis. Dan gaan we het winter klaarmaken. En vanaf oktober gaat er een grootschalige renovatie plaatsvinden. Dan gaat al het leidingwerk, wat ruim 50 jaar oud is, dat gaat eruit en dat wordt vernieuwd. Dus volgend jaar, mensen zullen daar niks van merken. Nee. Alleen de technische mensen die hier werken, die zullen daar iets van meekrijgen. En als resultaat, zullen we wat beter watermanagement hebben. Dus volgend jaar hebben we weer een hartstikke schoon bad. Daar kun je van op aan. En de mensen gaan er natuurlijk weinig van werken. Maar we hopen natuurlijk wel op geweldig mooi weer. Zodat we weer een leuk seizoen kunnen hebben. Nou, het is afwachten. Garanties heb je nergens meer. Ja. Ja. We hebben 10 weken heel slecht weer gehad. In juni een paar mooie weken. Nou ja, nogmaals, deze prachtige week heeft ons weer een beetje omhoog getild. En heb je zelf ook een hond? Ik heb zelf geen hond. Nee. Maar als je hem had gehad, dan had je er zeker... Dan had hij er zeker in gelegen. Ja, zeker. Ja, dankjewel. Ja, maar nee, ik heb geen hond.